Hallo, mijn naam is Nathan Rutjes, speler van Rody HC, en ik wil het vandaag graag hebben met jullie over een te hoge bloeddruk. Wisten jullie namelijk dat de helft van de Nederlandse bevolking last heeft van die te hoge bloeddruk? Stel je nou eens voor dat diegene naast je op de tribune een te hoge bloeddruk heeft. Of misschien jij wel. Het probleem is dat heel veel mensen niet weten of ze een te hoge bloeddruk hebben. Ben jij diegene? Of is het misschien wel je buurman? Maar waarom is die bloeddruk nu zo belangrijk? Je bloeddruk zorgt ervoor dat jouw vitale organen goed kunnen blijven functioneren. Misschien heb je wel eens gehoord van iemand die een hersenbloeding heeft gehad, een hartinfarct of een beroerte. Misschien wel een bypass, hart- of nierproblemen heeft. Nou, die zaken zijn het gevolg van hoge bloeddruk. Eet jij 's ochtends bijvoorbeeld een lekker ontbijtje met cornflakes? Deze zitten boordevol met suiker. Zoals bij cornflakes ook het geval is, zitten suikers vaak verstopt in onze voedingsmiddelen. Met name in bewerkte voeding zoals kant-en-klare repen en maaltijden. Maar ook in bijvoorbeeld ingeblikte groenten of wat dacht je van deze? Een lekker plakje ham. Het beste kijk je achter op een etiket naar de voedingswaarde per 100 gram. Dat is verplicht voor elke voeding die je koopt. Er staat altijd precies vermeld hoeveel suiker er per 100 gram er echt in zit. Voor chocopasta is dat bijvoorbeeld 56 gram suiker per 100 gram. Dus dat is meer dan de helft van het potje. Wat moet of kun je dan wel eten? Mag je helemaal geen vet of snoep meer? Ja, zeker wel. Er zijn een tal van lekkere alternatieven die ook nog goed zijn voor je bloeddruk. Wat dacht je van een paar verrassende gezonde en toch lekkere dingen? Zoals bijvoorbeeld in plaats van melk neem je pure chocolade, vette vis als haring of zalm, ongezouten nootjes, groene thee, knoflook, avocado's, mango, banaan. En natuurlijk is alle groente en fruit super gezond. Maar het begint natuurlijk allemaal met kennis. En natuurlijk is het belangrijkste om erachter te komen of je hoge bloeddruk hebt. Daarvoor hoef je trouwens niet naar de dokter, maar dit kun je ook prima zelf doen. Net als je temperatuur meet, kun je heel simpel zelf thuis zelf je bloeddruk checken. Dan weet je straks in ieder geval of jij of je buurman op de tribune degene is die zijn bloeddruk tijdens de wedstrijd in de gaten moet houden. Kijk, ik doe het even voor. Een bloeddrukmeter heb je in twee soorten. Een polsbloeddrukmeter voor op je pols en een bovenarmbloeddrukmeter voor, jawel, je bovenarm. Dit model is voor de bovenarm en heeft een manchet met een slangetje. Doe je manchet altijd om dezelfde arm als je gaat meten en meet je bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip van de dag wanneer je voldoende tot rust bent gekomen. Bijvoorbeeld als je net wakker bent. Maar hoe om moet hij nou? Simpel, het slangetje moet altijd van je elleboog naar je pols wijzen en het manchet zit dan precies ter hoogte van je hart. Eén druk op de knop en meten maar. Even goed stilzitten is belangrijk en daar is het resultaat. Bloeddruk wordt uitgedrukt in boven- en onderdruk. Dat zeg je dus 120/80. Dat is een hele normale bloeddruk. We spreken van verhoogde bloeddruk als de bovendruk, het eerste getal, hoger is dan 140. In zo'n geval kun je het beste een paar keer meten met 10 minuten pauze tussen de metingen. En als het nog steeds boven de 140 is, neem je contact op met de dokter. Geen paniek hoor! Als je er op tijd bij bent, is er niets aan de hand. Omdat je vatenstelsel altijd in beweging is, zul je merken dat je nooit twee keer dezelfde meting hebt, zoals bijvoorbeeld de temperatuur. Een verschil van 5 mm kwikdruk is dan ook vrij normaal. Ik hoop dat je dankzij dit filmpje meer weet over je eigen bloeddruk en wat je eraan kan doen om gezond te blijven. Kun jij volgende keer met een gerust hart naar de voetbalwedstrijd komen kijken. Een wandteken.